Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt weinig bewolking over Nederland en het is vrij zonnig. Wel wat sluierwolken hier en daar, het meest in het zuidoosten van het land. En ook langs de oostgrens zou wat lichte bewolking voor kunnen komen. Maar over het algemeen schijnt de zon vanochtend en is het een graad of 10. De wind waait wel stevig door, vooral in het westelijke kustgebied. Daar staat een vrij krachtige wind, windkracht 5. Vanmiddag flink wat zon, het blijft droog en het is zacht voor de tijd van het jaar. 15 tot maar liefst 17 graden. En vanavond verandert er nog heel weinig in het weerbeeld. De temperatuur daalt langzaam naar een graad of 5 en heel voorzichtig begint de wind iets af te nemen. In de loop van de nacht gaat de bewolking toenemen en morgen trekt van het noordwesten uit regen over het land. Misschien nog een klein beetje zon vooruit, maar daarna overheerst bewolking. Het wordt 14 graden. Voor de dagen die volgen, laten we het toch weer zacht weer zien. Met donderdag hier en daar nog een spatje motregen. En in het zuiden alweer 16 graden. Vrijdag kan het lokaal zelfs 18 graden worden. En ook zaterdag hoge temperaturen. Vrijdag is een droge dag. Zaterdag zou er weer wat regen kunnen vallen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.